Dit is de week van de kindermishandeling. Op de spoedeisende hulp hebben wij een aandachtsfunctionaris, huiselijk geweld en kindermishandeling. Ik ben spoedeisende hulpverpleegkundige hier op de afdeling en daarbij ben ik ook aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld. Ik zorg er eigenlijk voor dat alle medewerkers op de spoedeisende hulp via bepaalde protocollen werken, zodat we de veiligheid van de kinderen die hier komen zo goed mogelijk kunnen waarborgen. Daarvoor hebben we verschillende protocollen, zoals screeningslijsten in ons computersysteem. Die screeningslijsten worden ingevuld en die komen dan bij mij terecht. En ik ga dan kijken of er zorgen zijn en of we eventueel hulp in zouden kunnen of moeten schakelen. Daarbij doen we eigenlijk bij alle kinderen onder de 12 jaar doen we een top-tot-teen onderzoek. In het top-tot-teen onderzoek wordt gekeken hoe een kind zich ontwikkelt, of het er verzorgd uitziet of wat minder verzorgd uitziet. Ook wordt er gekeken of er blauwe plekken op het lichaam zijn en hoe het reageert op de mensen die erbij aanwezig zijn. Het top-tot-teen onderzoek doen we eigenlijk bij ieder kind en dat is routinematig, zoals eigenlijk iedereen ook door de douane gaat als we gaan vliegen.